neo-jongens onder de 17 timmen de laatste jaren aan de weg. Was dit team in 2015 nog een leuke middenmotor in de hoofdklasse. In 2016 werd meegedaan aan de na-competitie. Na een seizoen keihard werken kon de strijd om promotie naar de landelijke vierde divisie worden bereikt. Zaterdag 10 juni, de finale van de na-competitie om promotie. De voorbereidingen waren getroffen. Zonder aanwezigheid van de trainer, die de jongens elke keer weer op scherp wist te zetten, werd aangetreden tegen de jongens van PH. Na keihard werken werd een 4-0 overwinning binnengesleept. De promotie was een feit. 5 wedstrijden. Alcides, Emmen en PH, allemaal werden ze verslagen. Met 22 doelpunten voor en slechts 1 tegen. Neo, jongens onder de 17-1, wist het waar te maken. Wat een dag. Een promotie naar de vierde divisie door zweet, bloed en tranen. Dames en heren, als waardering voor de inzet en deze geweldige prestatie, genomineerd als jeugdsportploeg 2017, Neo, jongens onder de 17.